Nikeri beschikt sinds afgelopen zaterdag over een tweede waterbron. Directeur van de Surinaamse waterleidingmaatschappij SWM, Clifton Linga, zegt dat hiermee het werk nog niet is afgerond. Er moet nog veel meer gedaan worden middels een waterstation. Volgens de SWM-topman moet dit station de verzilting in het gebied voorkomen. Verzilting betreft de geleidelijke toename van het zoutgehalte in de bodem of het water. En natuurlijk, Apisifa Kospasi Nokba, u heeft het gehoord, mismanagement bij SWM. Allerlei zaken wordt aan je hoofd geslingerd. Dan is hij gevlogen met parachute naar binnen. Dan dit, dan dat. Maar één ding wat je moet weten is dat we heel veel werk aan de winkel hebben. En het is heel serieus. Het is iets dat we heel serieus moeten nemen. Er is een masterplan 2011-2024 dat we nu bezig zijn te updaten. En we hebben onze buitenlandse partners ook gevraagd voor ondersteuning. Daarin is duidelijk opgenomen wat er gedaan moest worden en wat er moest staan in 2023 of 2024. En die dingen zijn niet gedaan. We praten over bijkansen investering van meer dan 300 miljoen. Wanneer we praten over asbestcementbuizen, die van die Kerry liggen 65 jaar. President Chandrika Prasad Santokhi gelooft dat SWM kan groeien naar het rijkste bedrijf van Suriname. Het bedrijf heeft namelijk een product dat met de dag schaarser wordt in de wereld, namelijk water. En natuurlijk moest er een reorganisatie komen. We zijn nog niet klaar met SWM. Er moet een totale reorganisatie komen. Die bedrijven moeten gezond gemaakt worden. Alle bedrijven moeten budgetneutraal draaien en niet rekenen op de staat. En u heeft die kansen, u gaat die ondersteuning van die regering krijgen, u heeft IDB gelden. Die Franse ontwikkelingsfonds gelden gaat u ook krijgen. Laat er beleid zijn. En directeur, u weet het. Weet u wie heel rijk wordt in Suriname? Zijn al die waterbottelingbedrijven die water van u nemen en bottelen en produceren en sommigen gaan exporteren, die worden alleen maar miljonairs. En u weet, mijn opdracht, wanneer gaat SWM starten met die botteling en levering en export, dan gaat u daarmee meer verdienen dan alle waterbronnen. De waterbron is met medewerking van de aannemer Kuldeep Singh tot stand gekomen. Het waterstation dat nog moet komen zal in staat moeten zijn om 700 kubieke meter water per uur te leveren. Er zullen deskundigen naar Suriname afreizen om te helpen met het opzetten van het waterstation.